Hi people, het ziet er niet uit. Ik ben onderweg naar Natural Cosmetic Body. Denk ik. Ik ga het zo meteen nog hieronder zetten. Ik heb van hun een. Ik heb een samenwerking met hun. En. Jullie mogen zo meteen zien wat dat is. Ik ben heel erg blij, ik ben heel erg zenuwachtig. All natural, je kan gewoon je body liften, borsten liften, billen liften, buikplaat maken zonder dat het in je huid gesneden wordt. Hoe geweldig is dat? En nog wat is nog betaalbaar ook. Dus ik laat jullie zo alles zien en ik ben nu in de auto richting daar en het komt goed. Ik zeg eens waar. Ik help allemaal bij elkaar normaal. Natural Cosmetic Body. Laat me kijken of ik het goed zeg. Laat me zien. Oh, helemaal fout. Natural Body Cosmetic. Kijk, dit is hun logo. En ik ga nog niet naar binnen. Ik wacht nog even. Oh mijn god, het is koud. Ja, ik ben 10 minuten te vroeg. Omdat we zeg maar een... We hadden de tijd een beetje overschat. Schat. Nee, onderschat, weet ik veel. In ieder geval, we dachten dat het lang zou duren dat we, zeg maar, voordat we hier aankwamen. En het is een hele mooie buurt. Alleen, echt lelijke planten. Ik zie nergens bloemen. Ik ben vandaag in mijn gezicht verbrand. En ik heb direct een puist ernaast gekregen omdat het zo heet was. Het doet zo erg pijn. Ik ben hier binnen bij Natural Body Cosmetics. Zeg ik het goed nu? Ja. En dit is van hun. Banana powder, alles. Alla sandija. Maar ja. Ik ben echt geïrriteerd dat ik verbrand ben in mijn gezicht. Het doet zoveel pijn. Het is echt heel mooi hier. Binnenkort hebben ze een nieuw adres, geloof ik. Dus, just my taste. Dit is echt mijn smaak. Als het wit was. Het is natuurlijk mijn smaak, maar ik bedoel, qua kleur is mijn voorkeur toch. Ik ben hier zo bij Natural Body Cosmetics. Nu zag ik het goed. Cosmetic. Cosmetic. Yeah. Natural Body Cosmetic. Cosmetic met een C aan het eind, ja, niet S. En ik krijg een behandeling van hun voor de bordlift. Ja, en ik ga Braziliaanse bordlift hier zo doen. Yes, ik doe het gewoon. En het is gewoon natuurlijk, er wordt niet in mijn huid gesneden. Er komen geen siliconen in mijn huid. En we gaan nu beginnen. Ja. Een beetje ontspannen. Als je cellulitis hebt, kan je het krijgen met je voelen. Heb ik cellulitis? Ik zie het niet, volgens mij niet, maar ik kan het onderhuis hebben wat ik niet kan zien. Voelen, dus pijn. Als je cellulitis hebt, voel je het. Oh my god, ik weet niet of ik nog wil. Jij wil wel, meisje. Ik heb geen cellulitis, maar als je zegt onderhuid, misschien ook. Onderhuid, kan met het bijvoorbeeld. Maar je zegt eet gezond, dus ik denk het niet, want cellulitis voor de korte door olie, hè? Maar ik eet wel olie. Ah ja, dat kan het zijn gedekt. Ah, het kietelt! Nog. Kijk, wat we nu doen is het trekken van naar boven. Wat? Jij bent het echt kietelen? Het doet pijn, maar het kietelt op een manier. Ik kan het niet uitleggen. Oh. Even kijken. Doe je benen iets rijden of zo? Bij haar zo doe ik hetzelfde. Bij haar zo doe ik, doet nog meer pijn dan dit. Nee, haar voelt sowieso meer pijn. Het is even wennen. Ik ga zo meteen haar zo toch? Dus ik heb vandaag. Ik ben hier bij de clipshoot van Dovi en Josilvio. Ja,
Ja, ik heb daar een great news. Dat is goed, man. We zijn hier met Latifa. We hebben straks een shisha. Of zo. En hier is my man. Nee hoor, dat zeg ik in mijn vorige vlog en dat is gewoon een grapje. Alleen maar goud, alles goud. Lach eens even. Hey, je ziet het wel glisteren in die donker, man. Ik ben niet donker. Ik ben niet donker. Laag en dan ga ik weer naar boven. Bad bitch, nee, je hoeft me niet. Wine op die kopie, wine op die. Je bent echt vervelend. Huh? Wie is van jou daar? Ja. Waar? Hier, ik roep jou! Weet je hoe lang ik al zit te zoeken naar jou? Oh my god! Was jij al de hele tijd hier? Ja. Ik ga net nog draaien. Oh my, ja, ik hoorde het. Dat was ik. Die snoer hier zo. Hi. Zo gezellig. Wacht, hè. Ik zocht je de hele tijd. Ik zoek iemand met krullen. Ik zit hier gewoon even te draaien. Okay. We zijn hier met 50 mm met een clipshoot van Josilvio en Dopey. Oh. Dit is een bitch die voor me gaat strippen. Stripper bitch. Nee, grapje. Dit is April. Maar zo lijkt het toch wel wat. Ik ga niet voor je liggen. Doe even. Doe opnieuw. Nee, je moet het doen. Dan moet je zakken. Wanneer je terug, wat je net deed. Oké, laat me het goed filmen. Maar ik ga het proberen. Je moet je billen gooien. Oké, het is heel erg donker, want ik heb mijn camera niet geïnstalleerd, maar je ziet ons een beetje. April gaat me nu leren hoe ik overschakeling doe van een ene trek naar de andere trek. Maakt niet uit, gaan we nu doen, schat. Hoe heet je? Latifa. Oh, Sebastian van 50. Van 50, ja. Ja. Sophia zei me. Ja. Ja. Oké, dankjewel. Ik ben hier junkie, helemaal. Wat mijn broer zegt. Achter. En ik ga nu even... Nee, is dat jongen? Kou nog hier. Wow. Doe twee. Geen hoor, mijn stem, mijn god. Wat zwaar, dat? Hey. Doe twee. Mijn god. Nee, erg. Oké, wacht. Maar... Oh, het begint al een beetje te pakken, dus ik kan wachten. Lekker. Ja, hij is goed deze. Is erg hoor. Doe het jou. Huh? Rotjoch is me komen halen persoonlijk. Te heftig. Alles hier is tempen. Als je kijkt naar alle klappen. Ja. Hey. Oh, die voelt zoals van jou. Wat denk je dan? Ik heb ook een plantie aan voor jou. Je laat me hangen. Rotjoch is me hier komen halen persoonlijk. Hey, leuk om je moeder gezien te hebben. Ja? Dankjewel. Ja. Je laat me nog meer hangen, drie keer al. Ik heb 10 minuten op, man. Je gaat blijven hangen, hij is met mij in gesprek. Met jou. Pak haar. Hoe is het? Goed met jou? Cool? Ja, cool. Ja, maar ik zag eten, ik was niet. Je weet zo, het gaat niet. Ja, nu gaat het pas. Kom hier. Ballon. Kom maar gaan op, je weet zo. Kijk deze shit, hè. Dus ik ben nu ergens in Almere. Ik probeer Latifa al, hoe lang? Al 2 maanden probeer ik er in de studio te krijgen. Gewoon. Maar kijk er niet. Ik kom er helemaal alleen aan meer. Maar kijk er niet. Ga maar heen. Helemaal heen. Helemaal heen. Helemaal heen. Hoi, ik ben hier zo met Jozo. Je ziet het, man. Jij vloggen nu. Ja. Oh, 100 man. Hey, mijn avond komt eraan, man. Je hebt toch Latifa staat erop, dus je moet dit checken. Man. Of zo. Ja, dus sowieso checken. Ook al was ik niet erop.
We zijn er, man. Hey, ik heb... Dus we zijn nu in Hilversum. Ik heb Latifa uit Almere moeten halen. Ik heb er 2 maanden gezocht. Ik ging er zo zoeken, alles te vinden. Maar ik heb het gevonden en we zijn hier. En hier is waar we opnemen gewoon. En je ziet het, het ziet eruit als de trap, maar het is een van de fijnste studio's waar ik heb gewerkt. Ja, ik voelde me gelijk al thuis, ja. En de sound is fucking gruwelijk. Dat is de engineer. Fuck off. En wie is daarachter? Nee. Even om terug te gaan, goed met jou? Huh? Je vroeg toch vakka? Je vroeg vakka, ik zeg ja, goed met jou. Ja, lekker. Ja. En jij bent? Gaat ook wel goed. Ja, oh shit, ik ben gewoon gesacrificed zelf. Ja. Nou ja, ik ben Millie. Ik woon hier trouwens ook in de studio, een deurtje hiernaast. Ja? Ik maak ook leuke dingen, komt er binnenkort aan. Nice. Dan gaan we nu op naar die track van mij en Yoso. Vandaag ben ik echt eventjes trapperig. Maakt niet uit, je weet. You know how I do. Ik ben gewoon sowieso balling. Maar ja, we gaan nu tapen, dus doei!